Inmiddels ligt de coronaperiode alweer enige jaren achter ons. Maar het laatste woord over die periode is nog lang niet gesproken. Dat geldt tevens voor de rechterlijke macht. Deze week stonden er een aantal van de zogenoemde koffiedrinkers voor de rechter in het hoge beroep nadat men eerder veroordeeld was voor de coronademonstraties op het Museumplein in het voorjaar van 2021. Ja, Willem, we zagen hier de politie optreden tegen de zogenaamde koffiedrinkers op het Museumplein in maart 2021. Deze week stonden een enkel daarvan opnieuw voor de rechter. Waarom, kan je even uitleggen waarom ze de koffiedrinkers noemen? Ja, sinds 17 januari 2021 werd er koffie gedronken omdat we zagen dat aangemelde demonstraties verboden werden. Dus een spontane demonstratie. En als je daartoe op zou roepen, dan werd je ook veroordeeld voor opruiing bijvoorbeeld. Dus daarvoor werd het koffiedrinken in het leven geroepen. En er werd ook echt koffie gedronken. Geen Senseo. Heel gemoedelijke sfeer. Sorry, nee. Maar, nou ja, het zat in thermoskannen, dus ik denk geen Senseo, nee. Deze demonstratie, ja, je ziet die enorme overmacht. En als je dat terugziet, dan denk je van wat was hier aan de hand? Ja. Was er een bestorming van het Capitool? Nee, er zaten hier 300 mensen liedjes te zingen op het Museumplein. Ja. En dat was al voor de beeldvorming zo erg dat, want dit is allemaal onder aansturing van de NCTV geweest, om deze mensen een lesje te leren. Hm. Twee weken hiervoor hebben we dat hele grove politiegeweld gezien, waar Niels Meltzer bijvoorbeeld een rapport over heeft geschreven, speciaal rapporteur van de VN. En later ook nog Forst heeft daar een rapport over geschreven. Dus Nederland staat er al slecht op. En dat komt voornamelijk door deze periode. Ja. Hier viel het geweld wel mee. Maar wat er wel aan de hand was, was een trucje. En dat trucje ging er eigenlijk over. Halsema deed even een stapje terug. En Kukenheim, de loco-burgemeester, die werd gebruikt als een soort stroopop. En op dat moment werden er een paar documenten vervalst. Het veiligheidsrisicogebiedbesluit en het noodbevel. En die waren nodig om deze demonstranten niet aan te pakken op basis van de WOM. En dat is een juridisch verhaal. Maar als je demonstreert en je overtreedt het demonstratieverbod, dan krijg je een vervolging op basis van de WOM, wet openbare manifestaties, en dat is een overtreding. Ja. Alleen hier gold het noodbevel volgens de gemeente, het politie en het OM. En daarom zijn al deze mensen strafrechtelijk vervolgd met een strafblad als gevolg. Ja, hiervoor zeg je dat er zaken vervalst zijn? Ja, dat hebben we echt aangetoond. We hebben heel veel WO-verzoeken gedaan. Er zijn ook raadsleden, Anton van Schijndel van de FVD, die raadslid is in Amsterdam, die heeft daar een navraag naar gedaan. We hebben procedures gevoerd. Ik heb ook nog een artikel 12 procedure gevolgd na de aangifte tegen Halsema. En op die manier hebben we heel veel van het dossier weten te reconstrueren. Maar heb je ook documenten waaruit blijkt dat er dus een soort van fraude is gepleegd? Ja, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat medewerkers toegeven, hey, kan jij dit document van een digitale handtekening voorzien? We zetten hem alvast op de datum van morgen. Een ander voorbeeld is dat die digitale handtekening, wat we hebben onderzocht, het is dus niet de echte handtekening van Kukenheim, dat die onder het document staat met de datum 29 maart. Maar we zien nog Jan-Jaap Smulder, dat is een officier van justitie die daarmee betrokken was, die stuurt nog naar de gemeente vlak voor de raadsvergadering van 31 maart 2021 een mailtje naar Halsema en Kukenheim van, nee, deze versie, nu is die af. Deze kan je gebruiken. Dus de versie die ooit is voorgelegd aan de raad, dat is niet de versie die is ondertekend. Nee. En degene die het heeft ondertekend is niet Kukenheim. En degene die bevoegd was, was ook niet Kukenheim, want dat was Halsema, want die was gewoon in functie. Dus er is echt op allerlei lagen is er vast in geschriften gepleegd. Ja. En inmiddels zijn er al heel wat mensen in eerste aanleg of hoger beroep vrijgesproken, omdat rechters zeiden van oké, we kunnen niet vaststellen dat het noodbevel rechtmatig was, en daarmee houden ze echt het hand boven het hoofd van het OM.
Maar we zijn nu wel 10 stappen verder. Dus we hebben nu echt gevraagd op basis van artikel 162 strafvordering aan de rechters om strafrechtelijk onderzoek in te gelasten tegen het OM en tegen de gemeente. Ja, bizar. Heel knap dat je daar gewoon ook echt zo je helemaal in vastbijt. Bob, Bouke, hebben jullie dit ook nog vers in je geheugen deze dag of deze demonstratie? Wat ik vers in mijn geheugen heb, is het optreden van onder leiding van Halsema bij de herdenking van de 7 oktober, de negocide-affaire. En als ik dus zie wat mevrouw Halsema daarin zet, en ik keek nu net naar deze beelden, dan heb ik net op mijn bloknoot schreef ik het woord op disproportioneel. Absoluut. Ja. Ik ben iemand van de militaire tactiek, daar gaat het over. Heb je een alternatief, dat is subsidiariteit. Maar het gaat over proportioneel optreden. Wat ik hier zie is bij eenvoudige waarneming volstrekt disproportioneel. Gebaseerd op een vooringenomen gesloten standpunt. Ja. En ik schrik ervan, nu jij uitlegt, Willem, hoe dat is gemachineerd om dat een odium van rechtmatigheid te geven. Eigenlijk is het corrupt bestuur. Ja, ja. Dit is echt systeemcorruptie wat we hier... Nou ja, maar het is extra goed dat je hier gewoon echt gewoon in vastbijt. Want er zijn weinig mensen die dat doen. Ja, ze hadden gehoopt dat men het wel opgaf. Want ze hebben dus, en dat blijkt ook uit de stukken, het ging om het maximaliseren van het aantal demonstranten te arresteren. Nou, dat is al in strijd met allerlei regels rond de demonstratie. En hoeveel aantallen hebben we dan? Meer dan 300. Dus ruim 300 mensen zijn ingesloten op basis van de volksgezondheid, bij elkaar gedreven, nat gespoten, uren vastgehouden, daarna in de bus gepropt. Dus dat gaf ook veel hilariteit in de rechtszaal, dat het OM nog steeds tot op de dag van vandaag beweert dat het voor onze gezondheid was. Maar uit die WOP-stukken blijkt ook dat het erover ging dat die demonstraties maar door bleven gaan. Dit was de 11e of 12e week op rij. Ja. En het moest een keer afgelopen zijn. Dus wat hebben ze onderling afgesproken? We gaan ze strafrechtelijk vervolgen. We geven ze een gebiedsverbod van 3 maanden. Een vriend van mij is hovenier. Die kreeg ook een opdracht om de grasmat te vervangen van het museumplein. Alles is uit de kast getrokken om die vorm van demonstratie de kop in te drukken. Ja. Een ander WOP-stuk laat bijvoorbeeld zien, wat nou als we 2 demonstraties hebben? En dit gaat helemaal op dat proportionaliteit en de gelijke behandeling. Als een gelijke demonstratie is, dan grijpen we eerst in op het Museumplein in verband met de beeldvorming. En dat laat al zien waar men mee bezig was. Hè? Ja. Dit is ver buiten het proportioneel of rechtmatig optreden. Dit had een politieke sturing en dat is bewezen. Alleen hebben we ook een probleem in de rechtspraak. Dat de rechters wel heel ver gaan in het op de blauwe ogen geloven van welke ambtenaar dan ook. Ja, en hoeveel zijn er veroordeeld? Ja, er zijn er dus van die ruim 300 mensen hebben de meeste een strafbeschikking betaald. Maar toch zijn er nog iets van 140 die hebben gezegd, ik ben onschuldig. En laat wat het maar is de reden dan, zeg maar? Nou, de strafbeschikking is een soort van, je betaalt geld in ruil voor je schuldbekentenis. Ja, maar waarvoor is men, zeg maar... Voor artikel 184, en dat is dus in het wetboek van strafrecht, en dat is het hinderen van een ambtenaar in functie, oftewel het weigeren te voldoen aan een vordering tijdens een noodbevel. Dus al die mensen die hebben een strafblad. Ja? Ondanks dat ze een schikking hebben gekregen, betekent het wel een strafblad. Iets van 140 mensen die hebben gezegd, laat maar voorkomen. Nou, de meeste daarvan zijn veroordeeld. Enkele die helemaal aan het eind van het proces stonden, die werden wel vrijgesproken, omdat inmiddels duidelijk was wat voor een marchanderingen hier waren rondom dat noodbevel. Ja. Daarna zijn al die hoge beroepen gegaan. Bijna iedereen die is veroordeeld in eerste instantie is een hoge beroep gegaan. Dus nu hebben we te maken met een enorme overbelasting van het justitieel apparaat. Puur omdat deze vredelievende demonstranten die opkwamen voor mensenrechten een lesje moet worden geleerd. Een lesje van gehoorzaamheid. Ja. Maar merk je dan ook een verschil met 2021? Hè? Want we hebben het over 2021, ja. Dat is inmiddels 3 jaar geleden. Ja. Als ik even kijk naar mijn eigen ervaringen in 2021 en nu, dan zie ik een heel groot verschil. In 2021 waren mensen echt bang. Hè? Die lieten zich bang maken. Ik had het wel beter door, want ik was niet bang. En ik een beetje op afstand hebben gekeken, zo observator, zeg maar, gekeken wat er zo gebeurde. En ik heb dat gekarakteriseerd is van, ja, dit is wat met mensen gebeurt. Mm-hmm. Als je ze angstig maakt, hè, of nou terecht is of niet. Maar er is een soort gedrag wat erbij hoort.
Maar we zijn nu 3 jaar verder. Ja. En je zou kunnen denken dat ook die rechters en andere mensen denken van... wauw, ja. 3 jaar later, we zaten wel heel erg fout. We zaten wel heel erg in de emotie en zo. Laten we eens even op terugkomen. Dat zou, of is dat niet meer mogelijk of zo? Als je het helemaal hebt opgetreden, dat je niet meer terug kan komen. Weet je wat de rol speelt? Dat is, als je dit soort organen, dat is politiek of semi-politiek... daar geldt wat ik maar noem het beginsel van de padafhankelijkheid. Ja. Dat betekent dus dat je 1 keer hebt besloten dat je een bepaald pad gaat lopen... Ja. Dan ben je niet in staat, zoals jij... Je bent een oud-wetenschapper, ik doe ook aan wetenschap. Ik ben nog steeds wetenschapper. Ja, nee, precies, wetenschap. Oud-wetenschapper. Nou ja, goed, wetenschapper, Bob, fantastisch wetenschapper, prima. Dank u. Nee, maar waar gaat het om gaat, is dat in de wetenschap... wil je leren van fouten en ga je vooruit. Ja. Ja. Maar in een semi-politieke omgeving, wat dit is... doe je dat niet, dan wens je tot het laatste moment... je stiel overeind te houden. Nee, die snap ik, hè. Maar die mensen zijn niet alleen rechters. Ze zijn ook vaders en moeders en opa's en oma's. Ja. En er moet dus op een moment komen dat ze daar als rechter zitten. Een soort proces, groepproces. En daar inderdaad het formele. Maar als mens denken van waar ben ik nou in balans. Maar om haar een voorbeeld te geven. Een van de demonstranten die is inmiddels overleden. En haar moeder die ook demonstrant is. Die stond daar omdat ze is veroordeeld en in hoger beroep zichzelf stond te verdedigen. En die haalde ook dat... verhaal aan dat haar dochter het niet meer meemaakte... en dus met een strafblad is gestorven... terwijl ze ook graag voor haar onschuld op willen komen. En iedereen die werd daar emotioneel door geraakt, maar de rechters niet. En dat is ergens te begrijpen, want ze moeten onafhankelijk blijven... maar het komt wel heel kil over. Ja. En dat laat zien dat die rechters hun functie is... om ook in de maatschappij te staan, maar... die functie, die voelen zij niet. Zij staan buiten de maatschappij en hebben ook geen voeling met de maatschappij. En ik heb nog een ander voorbeeld waar ik niet uiteindelijk... bijvoorbeeld rechter Waasbergen, die is bevriend met een van onze vrijwilligers. Rechter Waasbergen heeft het hoger beroep gewezen rond de injecties. Nou, de injecties zijn inmiddels wel bewezen een debakel. Ja. Toch, als zij daar nu mee geconfronteerd wordt door haar vriendin... dan is het voor haar een andere wereld. Het is echt helemaal gecompartimentaliseerd. Dat punt, ja. Nou ja, goed, ik bedoel... Ik herken dat. Ik kan het bijna niet begrijpen dat je die menselijkheid kan uitschakelen. Ja. Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Maar het is wel heel van een haaio. Je woont natuurlijk niet hier. Je woont natuurlijk in Oostenrijk. Heb je in Oostenrijk soortgelijke situaties meegemaakt? Ja, zijn die daar? Ik heb meegedemonstreerd wat in Oostenrijk wat heel actueel is en heel belangrijk om te noemen is. Zeg maar, de partij in Oostenrijk die zeg maar een beetje de rol had die misschien in Nederland de FVD had. De FVD. Die dus echt expliciet Falikant tegen ieder vaccinatie en alles noem maar op. Ook trouwens het Oekraïne-verhaal. Maar die partij, dus ik denk dat je kon zien dat de FVD door die kant op te gaan verloor. Dus de Nederlander, de Senseo-drinker, zal ik maar zeggen. Die koos toch de kant van de macht, van de regenten, zeg maar. En oh, een beetje gek wat die Baudet daar allemaal zegt. En hoe heet zijn vriend die uitgetreden is. Maar dus nu, op dit moment, is Kiekel is de laatste verkiezingen, dus een week geleden, de grootste partij geworden in Oostenrijk. FPO heeft natuurlijk die naam, maar Kiekel is het. Het mooiste voorbeeld van iemand, niemand kan zo'n aardige, joviale gast, weet je wel. Dat is geen nazi of wat dan ook, weet je wel. Wat vroeger wel eens bij Jörg Haider of zo gezegd werd. Dus de FBO is een hele andere partij. Maar wel weer een bewijs dat we dus in Europa geen democratie hebben. Heb je in Duitsland gezien bij deelstaatsverkiezingen. In Nederland heb je gezien met Wilders die geen premier mag worden. En nu idem dito in Oostenrijk is meneer Nehammer van de ÖVP aangewezen als formatieleider. Dus heel raar. Geen democratie. Maar heel bijzonder dat de Oostenrijkers dus die partij... de macht, hebben een lift hebben gegeven. Terwijl de Nederlanders hebben tegen Baudet gezegd... we willen jou niet meer, want je doet er nu wel heel gek. Ja. In Duitsland zien we hetzelfde met de AfD, zeker in Oost-Duitsland. En over Kiekel gesproken. Het is al uitgekomen dat de geheime dienst in Oostenrijk... de partijen bij elkaar heeft geroepen, behalve de FPÖ... om alvast een coalitie te smeden voor de verkiezingen. De democratie is uitgeschakeld. Ja, dat is het niet meer. En nu heb jij de afgelopen week best wel een bijzondere week. Je hebt 3 rechtszaken natuurlijk... tegen het CBG,
Waar we bij Blackbox ook eerder hebben stilgestaan. Dus om de schorsing van de mRNA-injecties. En ook nog de ING. Ja, vandaag was het debanking-verhaal voor het Hof. We hebben een ING-rekening gehad. En ING vond dat wij daar niet secuur bij omgingen. En hebben dat dan opgezegd. Nou, er werd een verhaal aangehangen dat ik mezelf een lening had gegeven. En die was al terugbetaald. Was helemaal above board met de leningovereenkomst, et cetera. Maar zij zochten een haakje om die rekening op te zeggen. Toen hebben ze ook mijn persoonlijke rekening en mijn zakelijke rekening opgezegd. Maar alleen hebben omdat daar een rechtszaak bent, over gevoerd. Nou ja, dat kwam dus heel duidelijk naar voren, juist in dit hoger beroep. Want we hebben een kort geding aangespannen in 2021. Die wonnen we. Ja. Dus we behielden de bankrekening. Toen wilden ze hem weer opzeggen. Nog een keer kort geding. Wonnen we weer. Ja. Toen wilden ze hem voor de derde keer opzeggen. Een bodemprocedure. En wonder boven wonder verloren we die. Als je maar vaak genoeg blijft proberen, moet de ING hebben gedacht. En dat was 2022. Nu precies 2 jaar geleden, op de dag af. En daarvan was vandaag het hoger beroep. En zo lang heeft het dus gewacht, want ING heeft constant aan het Hof gevraagd: ja, we hebben het papier nog niet op orde. We hebben nog meer tijd nodig. En ondertussen heeft de stichting dus 2 jaar geen bankrekening gehad. En we hebben dat later ook gezien bij Nigel Farage. Ja. Dat de reden van het opzeggen van zo'n bankrekening helemaal niet iets financieels was met witwassen of andere dingen. Nee, bij Nigel Farage werd heel duidelijk gesteld: je banden met Orbán en Trump, die zijn problematisch. Wij willen niet geassocieerd worden met jou. Maar wat we in die zaak nog bij ING hebben aangetoond, en dat zijn medewerkers van de Rabobank, die hebben stukken aan ons gestuurd waaruit blijkt dat de NCTV een communiqué heeft uitgevaardigd naar alle banken hoe je van complotdenkers afkomt. En wij als Viruswaarheid werden als voorbeeld genoemd. Dus dit is niet een verzinsel, dit is hard bewezen. Ja. En in het verweer van de ING ging het er ook om dat ik strafrechtelijk werd vervolgd. En daar vroeg de rechter vandaag ook heel terecht van: hun, maar als meneer Engel dan geen voorzitter meer is, is dan het probleem opgelost? Mogen ze dan wel weer een rekening hebben? En daar kwamen ze eigenlijk niet uit, want ze konden natuurlijk niet zeggen: ja, we moeten meneer Engel niet. Maar daar kwam het wel op neer. Daar was het hele verweer op gebaseerd. Tot slot even terug naar die koffiedrinkers. Hoe ziet het er voor hen uit? Hoe zie jij de kansen in? Ja, ik denk dat iedereen wordt vrijgesproken. Al is het alleen maar omdat er in eerste aanleg en in hoger beroep al mensen zijn vrijgesproken op basis van dat verweer op het noodbevel. Ja. Het OM heeft de kans gehad om daar weer in cassatie in te gaan. Dat hebben ze in eerste instantie ingesteld, maar die hebben ze teruggetrokken. Ja, en dan heb je eigenlijk je spreekrecht verspeeld. Dus het is heel vreemd dat ze nu alsnog zeggen: ja, maar in dit geval van die andere demonstranten in diezelfde groep is het noodbevel wel rechtmatig. Dus ik verwacht dat de rechtbank zelfs, als ze het hand boven het hoofd willen houden van het OM, daar niks mee kan. Nee. Maar dat is voor mij eigenlijk niet genoeg. Ik wil dat de mensen die echt een misdrijf hebben gepleegd vervolgd worden. Ja. Dus daarin blijf jij in ieder geval wel strijden. Dat en hoe we dat moeten doen, ja, wellicht nog meer artikel 12 procedures. Als een aangifte niet wordt opgenomen, dan kan je het Hof vragen om het OM op te dragen om de strafrechtelijke vervolging in te zetten. Ja. Nou, ik denk dat we je allemaal nog steeds kunnen bewonderen voor jouw inzet en hopen dat het recht gaat zegevieren. Ja, dat is ook iets wat tegenwoordig dat je lastig kan zeggen, maar bij deze. Nou, ik moet zeggen, ik zou het niet kunnen hoor. Vind je het ook belangrijk dat we dit nieuws kunnen blijven brengen als enig echt onafhankelijk nieuwsplatform? En wil jij daaraan bijdragen? Doneer dan ook via onze website of via de scan van het Blackbox logo hier in beeld. Dankjewel.